Youth League voor Ajax A1 begint na de winter met een ontmoeting tegen Sevilla. Op de eigen toekomst gaat het toernooi verder voor de A1, dat zo uitstekend presteerde voor de winter. 4 wedstrijden, 4 overwinningen. Schalke en Spartak werden uit het toernooi gewipt. Nu in de play-off fase van de Youth League is Sevilla de tegenstander. De Spanjaarden die zo knap achter het hoog ingeschatte Manchester City eindigden in de poolfase. Vindt Gino Dekker, goede bal vanaf de zijkant. Daar is Donny van de Beek met een schotvoorzet. Sierhuis komt er net niet aan. De eerste kans voor de ploeg van Frank Perenboom. Kai Sierhuis in de spits omdat Kasper Dolberg geblesseerd afhaakte. Opnieuw Dekker. Dekker met een goed schot, moeite voor de keeper. Van de Beek. Nouri. Maar deze combinatie mislukt. Nieuwe kans. Weer een goede actie van Vince Gino Dekker. Lag een week lang met griep op bed. Maar is op tijd fit voor deze belangrijke wedstrijd. Bergsma. Lange bal. Sierhuis. Van de Beek vangt op. Tjerny. Van de Beek. Terugkappen, voorgeven, Tjerny er niet bij, maar daar is wel Vince Gino Dekker. En Ajax binnen het kwartier op 1-0. Een heerlijke voorsprong voor Ajax tegen de stugge Spanjaarden. Die leunen op een sterke verdediging en loeren op de counter. Maar al in de 14e minuut de voorsprong voor Ajax. Uitstekend gedaan door Donny van de Beek. Tjerny hoeft er niet aan te zitten en dan komt die bal voor de voeten van Dekker. Ajax is op voorsprong. Perfect voorbereidend werk van Donny van de Beek. Zondag nog deelnemend aan de klassieker. En nu weer terug bij de A1 voor deze belangrijke wedstrijd. Dennis Bergkamp, Frank de Boer, ook zij daarom natuurlijk aandachtig toeschouwer bij dit duel. Sierhuis, veel ruimte bij Dekker. Sierhuis geeft goed mee. Dekker misschien iets te veel naar de buitenkant en daardoor de redding van Juan Soriano, de Spaanse doelman. Nieuwe goede kans voor Dekker. Ajax zit er vol bovenop in het eerste half uur. Weer Dekker aan de linkerkant, de voorzet. Sierhuis laat lopen, Nouri. Een uitstekende kans. Maar een goede redding van Soriano. Daar duikt Nouri op de penaltystip zomaar op. Dat is een enorme kans om de score te verdubbelen. Maar Ajax heer en meester. En illustrerend daarvoor is misschien wel deze actie van Donny van de Beek. Prachtig meegenomen. Zet de tegenstander te kijk. Carrion het bos in. Bergsma misverstand met de licht. En daar profiteren dan de Spanjaarden van, want hier is het 1-1. Het doelpunt van Nané. En uit het niets Sevilla weer langs zij. De Ligt en Bergsma, geen communicatie. Wordt die bal er meteen weer ingebracht. Nané met een goede aanname en een goede afwerking ook. Geklungel achterin bij Ajax. En vlak voor rust, de Spanjaarden dus weer langs zij. Zeefuik, goede tackle. Dan komt Eteki invliegen. Goed duel. Maar de vrije trap gaat naar Sevilla. Snel genomen. Daar de vrije kopkans. Ben Colmenero. En zo bijna dus zelfs de voorsprong voor Sevilla. Tjerny. Van de Beek. Goed. Van de Beek schuift hem naast. Enorme kans voor Donny van de Beek. Beseft ook dat deze eigenlijk moet zitten. Goed overzicht van Tjerny. De aanname van Van den Beek is goed. Het idee is ook goed. Hij schuift hem langs de verkeerde kant van de paal. Vince Gino Dekker tot aan de achterlijn. Bal bij Tjerny. Nouri raakt niet goed. Bal blijft dan hangen. Van den Beek. Van den Beek met een volley. En daar is opnieuw de voorsprong voor Ajax. Vlak naar rust. Donny van den Beek.
ontlading bij de Ajaxiden. Want tegen deze verdedigende tegenstander is die voorsprong toch wel heerlijk voetballen. Nouri raakt niet vol. Dan zit Van Sierhuis goed. Met veel effect en al perfect getimed door Donny van de Beek. Prachtig doelpunt, want niet makkelijk hoor. Maar hij schuift hem in het zijnet. Dekker. Die het naar zijn zin had aan de linkerkant. Dekker. Weer de goede voorzet. Nouri haalt terug. Nouri dan met links. Maar schiet hem over. Had dat misschien toch in één keer moeten doen. Weer een ijzersterke actie van Dekker. Goede voorzet. Nouri besluit het toch naar zijn linker te halen. En dat lijkt dan toch niet de goede keuze. Hier is Eteki met een goed schot. Maar in die Groothuizen staat goed opgesteld. De doelman teruggekomen van Jong Ajax voor deze wedstrijd. En dan geen hens, wel Leon Bergsma op de doellijn. Hij staat daar precies op de goede plek. Deze bal wordt nog even verlengd. Op het laatste moment. Maar Leon Bergsma houdt Ajax op 2-1. Eiting. De Ligt niet. Dan blijft die bal liggen. Balian en dan voor de voeten van Nouri. Nouri en daar is de beslissing in deze wedstrijd. De 3-1 van Abdelhak Nouri. Was er al een paar keer dichtbij, maar hier is zijn doelpunt. En dan is het over en uit voor Sevilla. De Spanjaarden krijgen de bal niet weg. Dan valt hij voor de voeten van Nouri en die denkt niet na. Haalt in één keer uit. Geen houden aan voor de doelman. En zo gaat Ajax naar de volgende ronde van de Youth League. Plaatsen zich bij de laatste 16. Door doelpunten van Dekker, Van de Beek en Nouri wint Ajax met 3-1 op de toekomst. En zit het dus in de 8e finales. Maandag is de loting. En dan hoort de ploeg van Frank Perenboom tegen wie het in de volgende ronde uitkomt.